Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Horizon Zero Dawn op mijn channel. De prachtige Nederlandse open world RPG die inmiddels al, even kijken, 32 afleveringen duurt. Geweldig om te beseffen eigenlijk. Het voelt als de Nederlandse The Witcher. Welkom terug allemaal, we gaan het verhaal wat eigenlijk de vorige part onverwachts mega zielig werd vervolgen en dat blijkt bijzonder spannend te zijn. Als we de questlog er namelijk bij gaan pakken, dan zien jullie dat het volgende aan de hand is. Bij de missies staat het bij de hoofdmissies. Het is niet de hoofdmissie waarbij Aloy echt zoekt naar die vrouw, nee, het is de hoofdmissie van Erend en Meridian. En wat nou blijkt, is in de vorige aflevering zijn we samen met Erend keihard op actie gegaan, eigenlijk op zoek naar zijn zus. Hopelijk leefde ze nog. Uiteindelijk bleek dus dat ze is overleden aan haar verwondingen. Want wat nou blijkt, de Oseram krijgsheer, die gast Derval, hij heeft Erend's zus zo erg gemarteld totdat ze overleed. Nu is die Derval onderweg naar Meridian om wraak te nemen op de Cardia. Je moet hem tegenhouden, koste wat het kost. Deze aflevering 32 begint dus best spannend. Ik ben afgereisd naar het Zonpaleis en we gaan zo snel mogelijk naar Erend toe. Zo snel mogelijk naar de koning van het paleis. In de hoop dat we die Derval kunnen stoppen. Laten we gewoon het beste hopen, jongens. Wasted time. Show was better last week. Het ziet er namelijk nu in Meridian nog vrij rustig uit. Alsof er nog niks aan de hand is, maar ik denk niet dat het lang zo blijft. Ik heb genoeg ammo wat dat betreft. We kunnen gaan en we zullen zien wat we aantreffen in Meridian. Level 30 en een half, aflevering 32. Let's go. Praat met Avat. Ik hoop dat we op tijd zijn. Want die Derval is al de hele tijd onderweg naar Meridian. Het kan ook zijn dat hij zich gewoon bevindt in Meridian. Dat hij elk moment kan toeslaan. Spannend is het hoe dan ook. Dus we hebben haast. I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything you or your clan need for her arrangements, you need but ask. There'll be time for all of that later. Aloy, I'm glad you're back. I'm at a loss about Ersa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Derval. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of Blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Derval. The name was Aeland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. Used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious! Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Erend didn't wish to dwell on the details of Ersa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? You're right. I'm dwelling on my pain.
not just hers. And there's only one thing left that can help. Find Dervahl and bring him before me. He will answer for his crimes. Het is een mooie uitkomst, want ik kon het liefdevol zeggen, maar dit is misschien wel beter, want we hebben hem toch wel wat sterker gemaakt. Moreel sterker. Andere gedachtegang is hij op overgegaan. Dacht nu meer aan zijn eigen verdriet. In plaats van dat van Ursa. Fucking benieuwd, jongens. Ga naar het pakhuis. Bevindt zich allemaal in Meridian. Die Dervahl kan hier elk moment zijn. Hè. Elk moment kan de actie losbarsten, want ik vertrouw er geen kut van. Everyone needs a splash of color in their lives. Come, let's talk it over. Aaron, the boys are drunk. Ik zie zelfs dat hier een side quest available is. Even kijken. Ik denk dat die sidequest zich daar binnen bevindt. You need to win 3 half suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No. You're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk? Yes, but a hawk can only sponsor one hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs. Present yourself to the Sun Hawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Aha, het jagerschild. Ik denk al, waarom gebeurt dit opeens? Wat een indrukwekkende area, dacht ik ook opeens. Maar het is ook wel logisch, dit is dan het jagerschild. Waar alle jagers uit de hele Wastelands terugkeren. Om te praten over hun jacht, hun artifacts te delen hoogstwaarschijnlijk. En dit ziet er al fucking indrukwekkend uit. Deze joekel van een beest, waarschijnlijk een Thunderjaw of zo. Die hangt hier gewoon op zijn kop. En daar een sidequest. Maar nu ik weet dat dit het jagerschilde is, is dat voor mij duidelijk het enige wat ik wilde zien. We gaan dit niet deze aflevering doen. Nee, we zijn met een hele heftige en hectische missie bezig van Arend. En dus gaan we naar dit pakhuis. Bevindt het zich niet hier? Nee, het bevindt zich daar. Af en toe is GPS een beetje glitchy. This is the place. You home, Dervahl? I got a surprise for you! It's a trap. Or he has a surprise for us. Is it a bomb? It's a bomb, all right. Doesn't look too big. Well crafted. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. Fucking hell. Arend, hij kwam zo mans binnen. Hey, Dervahl, dikzak, ben je man? Hij was al die tijd gewoon hier en heeft een trap uitgezet. Hij is een soort primitieve terrorist of zo. That's a lot of blaze. Oh. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Dervahl promised. Smoke will darken the sun as the city goes up in flames. There's gotta be a way to stop it. Alsjeblieft zeg, ik hoop het ook. If that bomb goes off, the blaze will ignite in a firestorm. Maybe there's some way I can open this window to get rid of the fuel for the bomb. It looks like a wooden bracket. Not very strong. Kom even helpen, Arend. Help me push this out. Okay. Brute force. I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off.
Will we survive? Probably not. Now push. We did it! Durval's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Durval said he'd make a Vaude watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace. Now that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Durval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. He's finished. Ja, ik hou van Arend en zijn zelfverzekerdheid en het zijn een stel lompe krachten bij elkaar. Spierbundels in dikke malse pakkies. Maar toch, ik heb zo... Ik hoop natuurlijk wel niet dat het zo is, maar ik heb geen vertrouwen in ze. Met andere woorden, Durval is volgens mij slim. En gaat ze te slim af zijn als Aloy niet snel iets doet. Arend is namelijk alleen maar een spierbundel. Krachtig, maar daar bereik je niks mee. Hear that explosion? Have we been attacked by the Carja in Shadow? Set up a bucket line! Ja, ga er maar snel heen en blus het brandje. By the sun, how did that happen? Fucking mooie stad is het ook. Is dit serieus de route die Durval heeft afgelegd, of in ieder geval zijn manschappen? Want dan zijn ze echt recht door de stad gegaan gewoon. Maar ja, ze zijn ook een soort van undercover, dus dat kan je ook niet weten. There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead inside. Another one of Durval's hideouts. Begint er wel op te lijken, ja. Wow, check dat. Fucking mooi. Schilderij van een Watcher. Het gaat ook helemaal nergens heen. Ik gok dan naar beneden. Jop. Must be where Durval assembled the detonator. He tunneled through the wall. Durval did find a way into the palace. Fucking hell, zie je? Durval is... het is gewoon Corvo van Dishonored. Die sneaky bastard. Hij vindt zijn weggetjes wel. Shit man, ik moet nu wel echt heel snel achter hem aangaan. Ik hoop dat het gaat lukken, want hij gaat gewoon vanaf de onderkant het paleis in. Ik weet nog niet of hij me gezien hebt of niet. Quit carping, you chuff. Someone's got to guard the rear. Someone better guard your rear. Level 10 huurlingen. Dit moet niet heel moeilijk zijn, lijkt me zo. Maar nu, ze blijft gewoon stilstaan. Ik denk dat ik zal sneaken en de volgende gewoon fucking hard beuken. Voordat we dat gaan doen, zal ik even wat drankjes aanmaken. Want anders ga ik echt domme helddrankjes heen. Zo, lijkt me toch wel goed voorbereid nu. Go. Come on, man. Oh.
fucking sick. Even goed rondkijken hoor. Waar kan ik heen? Waar moet ik heen? Dit waren level 10 huurlingen. Het kan niet al te moeilijk zijn dit. Maar Durval zelf heeft waarschijnlijk wel hogere manschappen. Hoger level manschappen zelf is hij waarschijnlijk ook een fucking hoog level. Dit gaat nog lastig worden, kan ik jullie vertellen. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Carja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench and choke on the ashes. Something's wrong. I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belt from a charcoal burner! Die sukkels laten door deze bullshit. Bam. Maar door die afleiding laten die sukkels gewoon alles en iedereen achter. Doen jullie het weer? Leven jullie weer? Hallo? Jongens? Nee, hun moet erbij komen. Kut, nou is het aan mij. What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. I've led an army, killed kestrels and ravagers. A savage is nothing. Kestrels. I've got a stunt gun to kill. Why does Avad always have his ladies do the fighting? Why does Avad always have to fuck do the fighting? It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Fucking hell, mate. I hope you like fighting these things, because there's more in the way. Zo, boom, fucking gruwelijk.
never do the work if you can get a machine to do it for you. Ah! Those majestic, murderous Glinthawks! Ja, no shit, Stijn. Ik was er inmiddels achter dat het Colorado is. Oké, dit is de perfecte manier om die Glinthawks uit te schakelen. Want er komen er nu meer, als het goed is. Maar kom maar op, beast. Ik lust jullie raal. Ik zal nog even zo'n poosje nemen. Kan ik iets meer tegen ijs. En ik schiet die buikjes van ze. Veel te vet dit. Ik heb een best grote area zoals je ziet. Haha, ze kunnen helemaal niks meer die Mongols. De breuk damage is zo heftig bij deze pijlen plus boog. De breukschade is echt bizar, dus Oké, hij kan nog wel schieten. Duurt niet lang meer. Oh, heerlijk. Nu heb ik allemaal crippled vogels. Ik moet zeggen dat dit best een pittig gevecht is, malle mannen. I hope you like fighting these things, because there's more in the way. Heerlijke hit. Oké, hoeveel zijn er nog? Stort maar neer. Wat? Hij stort niet eens neer. Gekke beest, ze zijn allemaal neer. Fucking hell, eindelijk. En dit op very hard? Nou, ik vind het knap.
Want dit was best hectisch. Ik maak even al deze nieuwe pijlen aan. Dikke prima. Yo, gast. Enorme teringlijer. Wat is dit nou voor actie? Wat heb je nou gedaan? Nog een plan C ook? As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up! I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up. You're at the Sun King's mercy now. Shit man, fuck die Durval guy. Praat met Erend, praat met Afad, praat met Durval optioneel. Waar de fuck is Durval? Eerst met hem dan. Aloy. To say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. I hope you will consider staying in Meridian. Why do you want me to stay in Meridian? Well, I would think that would be obvious. Not to me. Huh. Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, and capable. Fuckable. I could use someone like you at my side. It might be worth taking a moment to examine what you just said. You just lost Ursa, a woman who stood at your side and could easily be described as strong, shrewd, and capable. It's pretty clear how you felt about her. And now you're asking me to take her place. Is this a job offer or a proposition? By the sun, you do indeed share much with Ursa. Including a withering eye for foolishness. Ah, please, accept my apologies. Seems I'm getting ahead of myself. I need some time to resolve my feelings. I will be forever grateful to you, Aloy. And in time, I'd like to get to know you better. Shall we leave it at that, then? What exactly will happen to Durval? For now, he'll languish in one of the old cells under the Sunring here in Meridian. As for what happens after we negotiate his extradition to Mainspring, I don't want to think about it. My father was very creative when it came to inflicting suffering. But some Oseram devices surpass even his imaginings. What a waste. Durval is a brilliant man. I wonder what he would have accomplished if it weren't for my father's cruelty. Zonde man. Were you and Ursa, you know? I suppose it's obvious how I feel. How I felt about her.
She didn't just give me advice. She gave me strength. But we couldn't be together. Relations between the Karja and Oseram and Meridian were unsteady as it was. The union of the Sun King and an Oseram warrior would have led to open revolt in the city. And probably war with the clans. Did anyone know? Only one. Derval. He wanted Ursa, but she rejected him. And so jealousy became yet another of his hateful motivations. Zeke. It's time for me to go. Of course. I hope you find what you're after, Aloy. And if need be, I will come to your aid. As sure as the sun's rising. Mooi dialoog was dit. Op naar Arend. Die zich hier ook ergens bevindt. En dan ben ik ook wel benieuwd naar Derval. Ik zal een markering op hem neerzetten voor het geval dat deze opeens wegspant. Aloy. I was just thinking about Ursa. She would have killed Derval on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit, it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Derval. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. So, after all this, what's next for Erend Vanguardsman? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and we'll lay Ursa to rest properly. Like how she would have wanted. And by that I mean less chit-chat, more drinking. What do you think the Oseram will do to Derval? First off, they'll argue about it for a long time. But whatever they come up with, it won't be quick. I can live with that. In fact, I might just drop by his cell under the sun ring to remind him what's coming. Heerlijk, ga ik ook doen. Well, I know, you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even two. Two? Huh. Well, she likes me. Dit is zo leuk! Oh, ik hou van deze game. Zoals voorspeld, inderdaad. Durvalse locatie, puur omdat die optioneel was. Verdwijnt. En dat is de reden waarom ik er een markering op neerzet om daarmee deze aflevering te eindigen. We hebben een vaardigheidspunt erbij, we zijn al level up, level 31 en deze port 32 zit er dus ook bijna op. Dus het allerlaatste wat we doen is het bezoekje aan Derval, de golap, de rat. Trophy, Meridian gered. Hoe kom ik bij die man terecht eigenlijk? Ik denk zo, yup. De goorlap zit ergens in de kerkers. You freaking bastard. Come to gloat, Nora. Well, as you can see, I'm busy. I get it. You want to rub it in? Well, it's not working. Oké, is dit het gesprek? Had ik misschien beter tijdens de aflevering of tijdens de missie het kunnen doen? Want dit is simpelweg gewoon een praatje zo van rot op. Het boeit me niet wat je zegt. Haha. It's funny to pester the tinker in the cage. What a laugh.
Ja, nou jammer. Ik had eigenlijk wel een klein dialoogje verwacht waar ik het er nog lekker in wreef. Zonder misschien ik het toch tijdens de quest moeten doen. Bedankt voor het kijken, jongens. Het liken, de support op de aflevering. En tot de volgende aflevering van Horizon Zero Dawn op mijn channel. Tot de volgende.